Kijkers, Botlek TV, Link Media. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Op een hele rare locatie zit ik. Dierenopvangcentrum, Spijkenisse. Ik wil eruit. Ik voel me opgesloten. En al die katten en die honden die hier zitten, vele tientallen, die willen net zoals ik, willen ze eruit. Help ons. Monique, haal me eruit alsjeblieft. Monique van de Klooster van Dierenopvangcentrum Spijkenisse. Dankjewel dat je me hebt bevrijd. Maar je zou nog veel meer dieren willen bevrijden, hè? Hoeveel heb je die hier zitten? Ik heb ongeveer 40 katten zitten. En tussen de 40 en de 50 en tussen de 20 en de 30 honden. En die zijn allemaal op zoek naar een nieuw baasje? Ja, allemaal op zoek naar een nieuw thuis, naar een gouden man. De dieren komen hier met de dierenambulance, opvang op allerlei manieren. Tot zelfs dat ze aan het hek worden vastgebonden, is dat niet? Ja, dat klopt. Ja, jammer genoeg wel. Ja, jullie zouden toch wel heel graag willen dat de kennels helemaal leeg komen. Hè? Dat de dieren bij mensen thuis komen. Of er nou Spijkenisse is of ergens anders op Voor in de Putten. Maakt allemaal niet uit. Nee. Mensen kunnen jullie opzoeken en ook naar de dieren kijken via een website. Ja, wij hebben een website, dat is ikzoekbaas.nl. Daar staan alle asielen op die aangesloten zijn bij de dierenbescherming. En dan kunnen ze alle katten en honden en zelfs andere dieren opvinden. Alle honden, alle katten zijn even belangrijk. Zeker. Maar Botlek TV, Link Media haalt er elke week eentje eruit. Ja. Dat wordt het dier van de week. Ja. En daar ga jij dan wat over vertellen. Absoluut. Jij wordt eigenlijk de nieuwe presentator van Botlek TV, Link Media. U hoort het, kijkers, Botlek TV, Link Media. Kom naar hier. Kijk op de website. Ik presenteer de nieuwe presentatrice van Botlek TV, Link Media, Monique van de Klooster. Veel succes. Dankjewel. Daar zijn we weer met ons dier van de week. De derde deze keer. Dit is Banksy. Banksy is een jongvolwassen mechelaar met behoorlijk wat problemen. Banksy heeft fysiek en mentaal wat problemen. Hij heeft iets wat OCD heet, dus hij is obsessief in zijn kennel. Hij draait rondjes, dat betekent dat hij rondjes loopt in zijn kennel. Maar ook als een of andere doorgedraaide fidget spinner rondjes draait om zijn eigen as. Is heel zielig. We hebben laatst het hele verhaal op onze Facebook gezet. En daar vandaan werd hij geadopteerd. En helaas is hij teruggekomen. Banksy is een ongelooflijk leuke hond. Ondanks zijn problemen en alle dingen die daarbij horen, is hij gewoon echt leuk. Wandelen, bij je liggen op bed, knuffelen, Netflixen, spelen. Maar ook het werk. Speuren vindt hij heerlijk. Maar hij moet vooral een thuis krijgen waar hij begrepen wordt. Waar hij minstens 6 tot 8 weken de tijd krijgt om even terug op aarde te komen. Want dat heeft deze jongen keihard nodig. Hij heeft een traumatisch verleden. En het leven hier in de kennel is allesbehalve leuk voor hem. Dus wij zoeken die persoon of de personen die met Banksy aan de slag willen. Hè? Kijk eens, kom maar. Oops. Ga maar zitten. Het is een fantastische hond. Hij ziet er leuk uit. Hij is geweldig. Hij is lief. Hij is niet agressief. Soortgenoten vindt hij niet altijd leuk. Hij zou niet met een andere hond in huis kunnen. Niet met kleine kinderen. En niet met katten, want die jaagt hij na. Maar hij is echt leuk. Kinderen boven de 12 die weten wat een hond is en die hem laten gaan. Een eigenaar die weet wat een mechelaar is en hem ook zo kunnen behandelen. Dat zoekt hij. Het is niet echt een werkhond. Een mechelaar, kijk eens. Kom eens kijken. Hè, een mechelaar is een werker, maar hij is duidelijk niet aan een werklijn. Dus hij kan wel speuren, maar hij hoeft niet per se elke dag te speuren. Hij kan lekker met je mee op pad, maar hij hoeft niet elke dag 30 kilometer te maken.
Het is een hele fijne hond die echt aan het werk kan, maar hobbymatig. Ben je iemand die dat graag doet? Banksy ligt met smart te wachten op je. Hè?